Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste De Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Jopie Buit in het huis. We zijn er. Ferry de Bond. Aanwezig. En mijn eigen persoontje Lars van Velsum. Joop, wil jij aftrappen? Ja, ik wil wat weten. Ferry, wat vind jij eigenlijk van Kevin van Veen? Ik vind dat Kevin van Veen niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Oké. Hoe noemde jij hem op Twitter? Of gaan we dat niet halen hier? Ja, dat mag wel staatsmogol. Ja, daar had ik al snel spijt van. Hoor, ja. Heb jij dat tweetje verwijderd? Dat tweetje heb ik verwijderd, ja. Maar... Nou, dat heb ik niet gedaan, want ik had zoiets. Want ik had al 5 minuten na dat tweetje had ik al spijt. Ja. Vooral ook omdat er in de rust bij NAC allerlei kinderen met het syndroom van Down penalties gingen nemen. Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt het hoogtepunt van de wedstrijd. Ja, op de 3-2 na. Maar, dat was een tweetje uit emotie en ook met een klein drankje in de middel. Ja, ja. Dus daar had ik al... ik had vooral spijt van de woordkeuze, zeg maar. Hè. Dus niet dat ik Van Veen niet zo mocht opdelen. Rijksmogol willen zeggen. Ja. Ja, nee, ik weet het. Maar, maar ik dacht van ja, je moet niet alles meteen wissen, weet je wel. Maar het ging zo, en de volgende dag ging het allemaal nog steeds door eronder. En ik dacht echt van, dan ga ik er niet al mijn weekend hier weer over. Dus toen heb ik alles, niet alleen dat tweetje, maar alles, je hebt alles rondom, even, dat heb ik allemaal verwijderd. Laatste maand heb je wel een druk maandje gehad, hè, met dit soort dingen. Ja. Is gewoon wekelijk. Raken, hè? Maar zaterdagavond ging het goed, hè? Zaterdagavond, ja, dus, ik heb het gezien, jongen. Ja, klasse. Had ik ook gedronken en ben ik nergens op, op ingegaan. Okay. Dus, maar jongens, we gaan daar wel even over door natuurlijk. Jazeker. Kevin van Veen. Ja. Ik denk dat al onze luisteraars weten wat er is gebeurd. Hij zei, hij stond het NAC publiek. Nou, geweldig doelpunt. Een beuker, hoorde ik. Wat een vrije trap. Als dat zegt, ging hij naar het NAC publiek toe. Ja. Beetje uitdagen van, kom erop. Tegen de boring aan het trappen. Ja, het was echt... Ja, kijk, hoe wij dat beleven. Wij staan nog op de tribune, niks aan de hand. Nou, NAC 1 ervoor speelde best goed. Dan denk ik, leuke wedstrijd, vrije trap van Veen. Die scoort 1-1 en hij duikt bijna de B-side in gewoon. Ja. Zeg maar, de stedenkamp en schoppen en kom maar. Dus wij zeiden ook van, waarom wil hij nou dat het gestaakt wordt? Want de eerste, pak een beet, 8 seconden, wordt er ook nog niks gegooid. Want wij stonden te kijken van, dit wordt gestaakt. Ja. Gooit er nou niemand iets? Ja, en toen kwam er opeens een hoop bier nog. En ook tot dat moment hoorde ik dan van een vriend van de show, hè, Sjoerd Moussou, dat ook nog gewoon een redelijke tamme wedstrijd was eigenlijk. Ja, en weinig aan de hand was. En, qua rivaliteit helemaal niet naar Groningen toe, zeg maar. Dus daarom was iedereen eigenlijk stom verbaasd. Nou, inmiddels... Kevin van Veen, die heeft natuurlijk een interview gehouden na de wedstrijd. Ja. En hij zegt dat hij reageerde op dat mensen zijn ongeboren kind al bedreigingen. Ja. Het gekke, hij heeft bij RTV Noord heeft hij een interview gehad en volgens mij bij ESPN en voor de krant. Ja. En iedere keer zei hij wat anders, dus het werd helemaal niet precies duidelijk van waar gaat het nou allemaal precies over. En dat klopt, want dat heb ik ook gezien. Dus zijn verhaal was wat onsamenhangend na de wedstrijd. Ja. Waardoor mensen nog meer dachten van klopt dit verhaal wel helemaal. Maar er is nu ook dus een heel onderzoek geweest. Ja, ja. Hè? Weet je, Kevin van Veen die ging ook helemaal los op Twitter. Ja, ik vind het een cultspits nu al. Wat een cultspits. Ja. Neemt geen blad voor zijn mond. Nee. Ging op Twitter helemaal los. Ja. Noemde ook Sjoerd Moussou Sjoertje volgens mij. Ja, lekker man. Ik maar taalkundig schortte er wel aan, hè? Daar heb ik ook wel eens last van. Dus daar kan ik weinig van zeggen. Hij gebruikt ook weinig interpunctie. Dat was ook wel goed om te zien. Maar gewoon geweldige kulspit. Ja, nou, 100%. Nu al. Dus ik ben blij met hem in de KKD. Nou, maar hij zegt, daar moet een onderzoek komen. Maar daar was NAC het ook mee eens. Ja, want dat zeggen we. Kijk, wat hij beweert. Als dat zo is, dan moet die persoon gepakt worden en hard gestraft worden. Want zoiets, dan kun je niet zeggen van, dat is vervelend voor je Kevin en niks meer aan doen. Nee. Maar dat onderzoek, dat loopt nu. Hè? Er zijn al wel wat bevindingen volgens mij. Nee, het is in principe helemaal afgerond. Ja? En ik heb de persoon zojuist gesproken die een heel weekend beelden is gaan kijken en met iedereen is gaan praten. En die zegt dus ook van, in de allereerste minuut van de wedstrijd, zeg maar tijdens de wedstrijd, dat was dan zeg maar bij de, dus waar Kevin van Veen gaat juichen, daar staat iemand op de trap en die roept iets naar Van Veen. En ze konden niet precies ontcijferen wat hij riep, maar het was iets met een O en één woord. Klootzak of homo of in ieder geval een scheldwoord, maar niet dat je denkt van ik ga tegen de boarding als... Ja, dat, kijk, het hoort niet, hè, dat je iemand uitscheldt, maar dat gebeurt in ieder stadion. Dus dan kun je iedere wedstrijd... Ja. En... wat natuurlijk ook is,
Vervolgens gaat die wedstrijd door en Van Veen krijgt die vrije trap in de, wat was het, 22e minuut of zo. Ja. Dus hij kan al lang niet meer oprecht boos zijn over dat iemand hem klootzak of homo noemt, zeg maar. Dus dit is wel een beetje bewust. Hij denkt van ja, ik zal die gozer eens even terug. En ja, toen, dat was het begin zeg maar van alle ellende. Maar, en dat zei ik net ook op Twitter, vervolgens heel de wedstrijd, hè, want daarna kwamen er wel spreken over de man van Kevin van Veen. En toen is hij gewisseld. En wat ik overigens een fout van Dick Lukien vond, want die wisselde hem echt in de 89e minuut of zo. Waardoor, publiekswissel zou ik waardoor iedereen het publiek weer op scherp stond. En in zijn wissel zeg maar, liep je ook naar de, langs de tribunes en naar iedereen klappen en zwaaien en gek. En toen heeft er dus iemand... Die heeft dus iets met zijn buik en een moordgebaar gedaan of zo. Ja, dan, maar die, dan ben je echt ziek. Maar diegene die ze weet, weet je, NAC weet ook wie dat is. Ze weten nu wie het maar is. Maar die gaat ook gewoon gestraft worden. Die gaat 100% gestraft worden. En verdient het. Want ik denk van... Kijk, ik was ook heel boos op Kevin van Veen. Zeg maar, op, wat hij toen vooral... naar die. Maar dat komt er niet in je op om dan zoiets... zo'n gebaar te maken. Wat heeft het nou met dat kind te maken? Dat is toch, omdat dat toevallig in het nieuws is geweest. Je waant je onbespied. Dus je denkt, je staat in een massa, je kan dat gewoon doen. Ja. Dat en dan krijg je naar die interviews. Maar en, weet je wat ik wel vond, ook in de interview, weet je wat ik ook heb gezien? Kevin van Veen, die had het wel ook wel meer over het meer de algemene. Ja. Algemeen over supporters. Dus het ging niet eens specifiek over NAC, want eerder die week had hij ook al een bericht gehad van een supporter van Groningen. Ja. Had hij al zo'n bericht gehad. Had Sjoerd even gemist. En die had Sjoerd wel gemist in de Twitter draadje. Ja, van Den Bosch of zo ook. Was ook iets gebeurd? Is het al Den Bosch Groningen geweest? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ja, het laatst toch, toen ze 0-3 wonnen Ja, er was ook al iets gebeurd. Dus die gozer zat al denk ik volle bak in de emotie erover. Spelen. Maar weet je wat ik wel vind? Kijk, moeten voetballers altijd alles maar slikken en pikken? Nee, weet je, kijk. En die vraag stelde hij eigenlijk ook in die interviews. Weet je, kijk, moeten voetballers altijd alles maar pikken? En dan zeg ik ook, nee, die hoeven niet alles te pikken. Vorig jaar hadden we Berghuis die een klap gaf aan iemand die je Bobby racistisch bejegende. Ja. Groot gelijk. Ja. Doen. Je hoeft niet alles te pikken als voetballer. Nee, maar wat hij zeg maar van de week ook deed met die Groningen supporter... ook terecht, zeg maar. Ja. Maar dat is echt puur op degene die wat doet, die krijgt hem terug. Hè, dus met Berghuis ook. Die hoort iemand schelden. En die persoon, die probeert die een klap te geven. Dat is heel... Maar nu met hem en kijk wat er dus eerst bij NAC was gebeurd. Ja, als je daarvoor iemand moet gaan uitdagen, dan spelen we straks geen wedstrijd meer uit. En want dat was ook mijn punt. Kijk, ik vind het oudsher vind ik het mooi dat je het publiek gaat uitdagen voor de tegenstander. Maar je weet 100% zeker dat het daardoor gestaakt gaat worden nu. Ik denk niet dat hij daaraan dacht op dat moment. Maar dat niet zijn beweegreden was om het te gaan doen. Nou ja, hij zei wel, ik wil het op scherp zetten, heeft hij ook gezegd. Ja, dat is dus hij heeft dus meerdere dingen achteraf gezegd. Dat klopt, maar ik wil hem wel nog een beetje de voordeel van de twijfel geven dat er misschien wel zoiets is geroepen al in die tweede minuut. Ja, en vooral, wat misschien dan net niet is gepakt door de camera, En vooral ook ik vond wel... En ik want hij lijkt me een hele oprechte, eerlijke, emotionele gozer. Dat plus... Ja, dat sowieso. Ik vind het ook een beetje des NAC supporters, om altijd te zeggen, dat doen we niet. Ja, dat doen we niet. Dat snap ik dat van Stijn, dat doen we niet. Snap je, er is altijd alles... Nou, maar dat wordt... is wel een beetje het oud zeer. Want ik denk dat het inderdaad met Maurice Stijn is dat begonnen. Ja. En kijk, weet je wat het is? Iedereen pakt dat op. Wat nu ook bijvoorbeeld met dit bericht. Dus die gozer die dat op het einde heeft gedaan, dat gebaar gemaakt... Ja, kijk, dan maakt al het andere niet meer uit. Nee. Die gozer heeft dat gedaan, dat is het bericht, dat is het nieuws. Ja. Dat hij dat heeft gedaan. En alles wat Kevin Veen ervoor gedaan, de NAC-sports ervoor hebben gedaan, dat maakt niet meer uit, want het gaat over die ene halve zol die dat... Zo was dat toen ook. Dus je kunt je zo moeilijk verdedigen. En dat bij NAC toen is dat echt wel ontstaan van... wij worden altijd weggezet als... Je hoeft je natuurlijk niet te verdedigen, maar je hoeft ook niet standaard te zeggen dat... Nee, dat doen wij niet. Want dat is natuurlijk gewoon gelul in die end. Maar dat gebeurt bij iedere supporter. Nee, dat weet ik wel. Maar het viel me op omdat Sjoerd er ook over begon. Dat is het, dat wilde ik zeggen. Kijk, Sjoerd Moussou begint erover. NAC supporter, journalist. Afgelopen vrijdag hebben we het nog erover gehad. Ik had hem nog gezien, vrijdagavond. Hey, als Sjoerd geen tweetje erover had gedaan, was de hijsa veel minder groot geweest denk ik. Welke bedoel je? Welk tweetje? Van vrijdag of van zaterdag? Al die van zaterdag. Toen begon het. Kijk, want...
Ja, volgens mij wat zou je 2-3 jaar geleden zou je helemaal geen punt over worden gemaakt, weet je? Dan iemand, een speler loopt het publiek uit te dagen. Hij krijgt zes glazen bier op zijn hoofd. Die wordt de wedstrijd lang helemaal verrot gescholden. En we gaan door. Ja, dat klopt. De tijden zijn veranderd. Zeker weten. De tijden zijn veranderd. Het is wel lekker voor een podcast, want heb je toch al wat over te Lullen. Want ik heb ook omdat ik zaterdag dacht van ik ga nergens meer. Ik ben er eventjes klaar mee, ook door mijn eigen gedrag. Je had je tweetjes verwijderd, dat je denkt het is nu even klaar. En toen heb ik alleen nog maar naar die goal van Kemper zitten kijken. Ja, dat geloof ik. Dat was echt, dit is voor mij echt al 5 jaar geleden. Kloppende lul? Ja. Kloppende lul, dit is weer van vroeger, weet je wel, wij staan er in de Juk en we lagen allemaal boven op elkaar. Ja, en, weet je wel, want je bent in zo'n kluwe van mensen en iedereen wordt helemaal gek. Dus je kunt jezelf ook niet staande houden of zo. Ja, dat zijn de mooiste. Ja, dat wordt wel vergeten. Wat ook een mooie overwinning, hè? Mooie overwinning, prima. Ja, doelpunt. En ik begrijp nou dat, zeg maar, na die goal, toen gingen er ook wat biertjes het veld op. Dus als ze nou bij de KVB of bij NAC gaan uitzoeken wie dat hebben gedaan, dan staan er volgende week nog maar 14 man op de bier. Dat denk ik ook wel. Er lagen wel een paar glazen op het veld, hè? Mooi, man. Ferry weer tweetjes verwijderd. Ja, nee, maar goed. Eerlijk is eerlijk. Voor jou toch wel het mooiste einde, zeg maar, van de wedstrijd wat er kon zijn. Zeg maar, ja, juist dat alle commotie. Ja, dit dat was kon de niet perfecte, beter op dat moment. Ja. Nee. Zeg maar die boy Kemper die eigenlijk met een rode kaart vorige week... Zo, smerig overtraining. Weet je wat ook smerig... Oh, sorry. Hij snapt het. Oh, jij wou een bruggetje maken. Ja, ik had nou een lekker bruggetje, jongen. Nou, doen we zo maar even opnieuw. Ja. Want boy Kemper die snapt het dan ook. Want hij kan ook gaan juichen en weet je wel naar de dugout rennen of zo. Maar hij dook ook gewoon dat publiek in wat Kevin van Veen eerder deed. Ja, daar houdt hij van, hoor. Dus was geweldig. Ik neem even een slokkie. Hé, hey, maar het was wel smerig einde. Smerig. Weet je dat ook smerig is, mensen? Brits Bernard. Oei. Disappointed, but not surprised, zou ik willen zeggen. Lidmaatschap is... van de NSDAP. Van de NSDAP. Dat is de partij van Adolf Hitler. Ja. Gadverdamme. Wij bespreken het Koningshuis hier met grote regelmaat. Zeker. Waarom, weet ik ook niet. Maar die moeten we dit pakken. Ja, het is hier vlakbij. Ja, het is toch eng, jongens, hé. Weet je, maar wij betalen met z'n allen zoveel belasting aan die familie die zo fout is als de neten. Ja. Vader van Maxima, die was minister in het regime van Fidela. Van Fidela. De opa van onze koning was lid van de NSDAP. Dat gaat lekker. Ja, deze ook allemaal. Ja, maar in die tijd was dan nog wel... Ja, okay, maar dat kan toch niet meer, jongens. Dat kan toch niet meer. Ferry, wat denk jij daarvan? Ja, ik zit net even te denken. Ja, het is wel allemaal aangetrouwd, hè? Ja, dat is waar. Maar weet je, maar die prins Bernhard, die had gewoon meerdere buitenechtelijke kinderen ook. Hè? Die is gewoon puur getrouwd met Juliana. Om gewoon een beetje de playboy uit te kunnen hangen in Nederland. Ja. Om een prins te zijn. Smeergeld aan te nemen. Dan kon ook niet zeggen dat Juliana lekker wijf. Nee, daarom. Maar hij heeft dit gewoon tot zijn dood heeft hij dit altijd ontkend. Ja, dan ben je een hele enge vent. Maar dan snap ik. Hele enge vent. Dan begrijp ik toch niet waarom hij dan die pas toch in die doos laat zitten en die aan die archivaris meegeeft. Ja. Dat is dan toch. Ja, dan wil je toch op een of andere manier dat het een keer uitkomt of zo. Dat is misschien nog wel zieker. Dat hij weet dat het hele land nu op zijn kop staat. Maar weet je, of hij niet verbrand is. Hij heeft toen met twee gerenommeerde journalisten. Die zijn een weekje met hem opgetrokken. Die had toen een interview gegeven of meerdere gesprekken. En die mochten dat interview na zijn dood pas publiceren. En ook in dat stuk ontkent hij het. Ja. Ja. Ik word steeds minder koningsgezind. Steeds minder. Maar wist hij wel wat Hitler op zijn geweten had? Ja, het was voor de oorlog natuurlijk. Want hij is uiteindelijk nog de grote baas van ons leger geweest. Ja. Weet je? Zo eng is het natuurlijk allemaal. Ja, gadverdamme. Prinsie Bernhard. Maar jij vindt wel dat ze de subsidies moeten behouden, of niet? Nee, wat vind je dat er met het Prins Bernhard Cultuurfonds moet gebeuren, Joop? Andere naam ook. Of alles naar de zorg. Ja, dat zou helemaal lekker zijn, maar weet je, Prins Bernhard, die naam, wieberen. Juist, gecanceld. Die cancelen we. Prins Bernhard is persona non grata. En dan ook niet dat we zeggen over 3 weken van we gaan hem bellen, toch?
Zit hij ergens in Argentinië al die tijd? Op een ranch. Ja, ja. Oké, heren. Tot zover. Ja. We gaan even door naar Willem II tegen de Graafschap. Dat was een mooie wedstrijd. Dat was een mooi potje. Dat was een mooie wedstrijd. Okila. Ja, mooi hè? Dat is mooi. Ja, maar dat is wel een mooie spits hoor. Prima spits. Hij stond wissel, komt erin. Twee lekkere doelpunten. Die eerste was goed hè? Die was helemaal laag. Ja. Maar dat is wel zo'n gast, die kun je eigenlijk nooit meer opstellen. Nee. Want omdat eigenlijk gaat nooit overtoepen dit. Nee, maar eigenlijk is hij niet zo super goed. Hij staat ook even niks reserve natuurlijk. Ja. Maar hij kan wel wat teweeg brengen als hij erin komt. Dus als je nou een keer met hem start, dan denkt iedereen weer, wat is dit nou? Joh? Het is echt zo'n super sub. Ja. Echt een super sub. En dat publiek, dat wordt al gek als ze hem inzien vallen, zeg maar. Dus dan gebeurt er wat in het stadion. Dus dat was, ondanks dat het van Willem II was, heb ik daar wel van kunnen genieten. Ja, kan je er even goed dan van genieten? Kan je er dan even goed... Kan je dan even goed afmaken? Jawel. Okay. Ja, dat is een pakkend nummer. Okay. Ja. Dus ja, dat doe ik wel mee dan. Over pakkende nummers gesproken. Wat vroeg nou iemand in de YouTube comments aan jou? Weet ik niet. Of jij in hoeve verantwoordelijk was voor een bepaalde carnavalsgroep of zo. Oh, ja. Ja, die zijn ook al gecanceld, hè? Oké. Dan waarschijnlijk ben jij er dus verantwoordelijk voor. Nee, die zijn... dat is het Zoike is een carnavalsgroep. Maar die hadden het nummer al echt in de jaren 90. Hoe lang is het Chinees? Oh. En dat is... Kan niet meer. Dat is een paar jaar geleden is dat ergens opgepakt. En dat was door een of andere groep in een trein. Ja. En die zaten dat tegen een Chinese mevrouw te zingen. Dus toen is heel dat nummer ook meteen gecanceld natuurlijk. Oké. Okay, daarvoor zagen jullie er nog niet zoveel fout in. Dat nemen. Nou, in Hoeve zingen we het nog steeds mee hoor. Okay, dus, wij liggen nog even wat achter hè. Ja, precies. Ja, dat merken we af en toe in de show. Bokila noemde het de mooiste wedstrijd uit zijn carrière. Ja, hij zei er nog wel bij, hij belooft nog veel meer moois, want papi is nog niet klaar hoor. Wat zei hij? Dat was ook iets over een gouden pik of zo. Ja, dat was bij Peter Maas was dat. Oh, Peter Maas zei hij. Ja, dus er werd gevraagd of hij een gouden pik heeft. Toen zei hij, in België noemen we dat een konijnenpoot. Die zit meestal in je zak. Ja, je pik meestal erboven. Ja. Maar gouden pik klinkt toch beter dan... Ja, ik vond het wel gewaagd. Heb je het gezien, het interview, of niet? Nee. Want die Peter Maas, best een wat oudere man best wel netjes... En die komt daar en zegt, wij noemen dat hier in Nederland een gouden pik. Hè. Je zou hem echt zo kijken, die maag. Ik denk wel dat het een hele grote gouden pik is, Bokila. Bokila. Hé, maar die Peter Maas, die is helemaal niet zo netjes. Hè? Want die was in België, was hij gewoon veroordeeld. Zeker. Voor het een beetje matchfixing-achtige zaken. Ja. Die was... Propere handen heette propere die. Propere handen, hè? Zat hij erin? Daar zat hij bij betrokken. Met zaakwaarnemers en loose dealtjes. Duistere dealtjes noemen wij dat hier in Nederland. Maar daar heb ik nog helemaal niks over gehoord in de media. Nee. Nou, misschien tijd. Dus we hoeven hem ook niet per se te cancelen dan, toch? Dan wachten we even dat hij twee keer verliest met Willem II. En dan gaan we graven in zijn verleden. Juist. Komt en ze luisteren, hè, die journalisten allemaal. Ja, zeker weten. Jullie hebben je werk niet goed gedaan. Nee. Dan. Propere handen. Propere handen. Bokila. We zijn aangekomen, Joop. Bij een soort van dingetje dat weer een beetje terug is. Nou ja, het museumpje. Ja. Het museumpje is deze week terug. Hij heeft al... Kijk, Rode JC doet het natuurlijk fantastisch dit jaar. Periode kampioen geworden. Ja, dan moet daar een ode komen. Zeker. En wie kan dat beter dan Rode JC supporter Ron Meijer? Ron Meijer, die heeft verleden jaar al een mooie ode gegeven. Het jaar daarvoor ook al. Dus ook dit jaar moest dat gebeuren. Ja, dat moet dan nu natuurlijk gebeuren. Dus we gaan nu luisteren naar een ode van Ron Meijer aan zijn Roda JC. Heb je het lichaam van Basie Bum gezien? Ik geef toe, het is geen alledaagse vraag. De voetbal-appgroepen waarin ik mij bevind communiceren geregeld over of met lichaamsdelen, maar nooit eerder was het lichaam van Basie Bum onderwerp van discussie. Zijn blinkende kale hoofd, zijn rustige doch gedecideerde houding, handen op de rug, borst vooruit, zijn bescheiden glimlach. Nee, ik had het lichaam van Basie Bum nog niet echt goed bekeken en ik was het ook niet per se van plan. Maar ja, zoals het gaat, wat zou een mens zijn zonder nieuwsgierigheid? Wat heeft Basie Bum wat ik niet heb? Wat heeft Basie Bum wat Ferry niet heeft? Een teamfoto op Insta gaf het antwoord. Zie Bum is afgetraind, of in de woorden van de meest fijnbesnade appgroepvriend, die gast is breder dan drie van zijn spelertjes naast elkaar. Zie Bum is een winnaar. Gaat voorop in de strijd. Leeft voor met voetvolley, padel, handbal, kickboksen. Zie Bum wil elk spelletje winnen en dat brengt hij over op zijn spelers. Laat je niet afleiden door zijn rustige voorkomen. Basie Bum is in werkelijkheid een Diego Simeone op Valium. Maar Basie Bum is ook rete slim.
Niet voor niets was Seth Vergoossen zwaar van hem onder de indruk. Zijn wissels maken de ploeg niet zwakker, maar sterker. En hij liet zijn ploeg de laatste wedstrijd met twee vingers in de neus winnen zonder zijn drie beste spelers. Ik kwam als voetballer nog geen lantaarnpaal voorbij, dus werd ik een heel snelle denker, zei Subumer zelf over in de VI. Hij doet denken aan Willem van Hanegem die ooit zei, ik was niet de snelste, maar ik was nooit te laat. En dan hebben we het niet eens over zijn sterkste wapen gehad. Bassie Bum is een Drent. Hij stopt al zijn vuur in een vrieskist en laat het eruit als hij dat wil. Die controle is cruciaal voor een kampioenenmaker. En eerlijk is eerlijk mannen, jullie hebben hem ontdekt. Nee, niet Jordens Peters ergens tussen Maaskant en Mijnstreek. Zelfs niet Seth Vergoossen, de man met de allermooiste snor uit het Nederlands betaald voetbal, in zijn KNVB-klasje. Nee, Jopie, Ferry en Lars. En misschien zelfs Wokie. Maar alleen als die sokken nou eindelijk besteld zijn. Bassie Bum weet dat het allemaal niet telt als je niet echt wint. Een set is nog niet de match. Een slag is nog niet de oorlog. Sibum mag bewijzen hoe goed hij is door ons thuis te laten komen. Na een Russische Zwitser uit Dubai, en Anelka in een Roda-shirt, een no hablo Espanol Mexicaan die zich voordeed als miljonair, maar in werkelijkheid zelfs een vele maten te groot pak van Robert Modena moest lenen, en vele andere circusartiesten, ademt Roda weer nuchterheid en professionaliteit. Geen gezwets, geen hocus pocus, maar een volksclub om van te houden. Met een Drent die gewoon elke wedstrijd wil winnen. Niets meer dan dat. En als dat lukt en we op de markt belanden, veranderen we de naam van jullie show als ode aan de trainer van de kampioen. Eerste de beste, wordt Bassie de beste. En als het niet lukt, proberen we het volgend jaar gewoon weer opnieuw. Geweldig. Ja, geweldig. Kom binnen, jongens. Deze pakt mij wel eventjes. Ontzettend bedankt. Ron, bedankt en gefeliciteerd. Zeker. Nou, ik vind het echt wel knap. Want in het begin won ze natuurlijk veel. Maar nu hadden ze best wel wat makkelijkere wedstrijden. Hè, relatief gezien. Ja, ja. In de maar die winnen ze dan ook allemaal gewoon. Zeg. Dus ze maken heel weinig mis. Ja. Alleen tegen Jong Utrecht hadden ze een misstap. Ja. Ouahisa was deze week weer dan weer ontzettend goed. En ook weer die Walid Uchik schiet er ook weer een bal binnen, jongen. Ja, het is gewoon een lekker team. En weet je, ik volg natuurlijk ook meerdere Rode JC supporters op Twitter. En die noemen Spierings altijd. Dat is een beetje de verdedigende middenvelder die alles dicht loopt en zo. Is dat het broertje van? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij met een haar dat is. Journalistieke vraag. Ja. Gaan we voor volgende week uitzoeken? Nee, is niet kijk, broertje. Okay, kijk. Zit trouwens deze week. Ja. Met de one and only Hugo. Hugo. En wat je dan merkt... Gewoon gelijk scherp, hè? Niet het boertje. Niet googelen, hè? Nee. Gewoon basiskennis. Ja. Gewoon, on top of mind. Maar voor Hugo is dat normaal om dat allemaal te weten. Ja. Ja. Hugo wordt ook boos eigenlijk dat wij dat niet direct paraat hebben. Straks, wat zijn voor een lul dat jullie dat niet wisten. Ja. Dat soort dingen. Krijgen als je nou nog een beetje kunt lachen, Hugo, dan... Ron Meijer wel een mooi accent ook, hè? Ja, zeker. Heel, want jij zei voor de uitzending, ik verstond hem niet. Nee, dat klopt. Echt niet? Dat klopt. Nou, moeilijk. Ik moet daar wel... Ja, maar ik woon het verste van Limburg af van ons dat drie. Is waar. Dus weet je wie ook zo'n mooi accent hebt? Dat is die Arjen FCE, hè? Ja. En twee weken geleden was hij trouwens een beetje boos, hè? Op Bassie Bum. Ja, want die had natuurlijk gezegd dat Roda een grotere club is als Emmen. Nou, maar dat was dus op vrijdag. En hij was onderweg, match day, onderweg naar een uitwedstrijd. Ja. Maar hij was dus een beetje boos aan het appen. Met jou? Ja, met mij. Oh. Maar ik begreep er niks van. Die gozer appt zelfs in accent. Ja, dat is echt niet normaal, joh. Waarom is het? Ik zei van, goos, ik snap het niet. Wat bedoel je nou, joh? Maar wat had hij te klagen dan? Vond hij het... Ja, dat had Bassie Bum natuurlijk nooit mogen zeggen. Nee. Dat Roda een grotere club is dan Emmen. Een schande. Heb je de Bassie Bum gezien? Die heeft 100%, want ik denk dat Bas luistert. Hij zei van niet, hè? Nee. Maar die heeft 100% geluisterd. Wat? Ja, wij zeiden toch vorige week een beetje voor de grap van dat hij 3 seconden had geklimmerd. Ja. Die heeft een interview gegeven dat hij straalt van oor tot oor. Alleen maar aan het lachen. Ja, en aan het en hij had het ook nu over volgende wedstrijd en zo. Hij vond dat het wel kon dat ze nu even konden genieten hiervan. Oké. Okay. Die had echt geluisterd naar ons. Kan niet missen. Had hij een pinnetje geslikt? kan ook. Hè? Hij is heel gespierd ook schijnbaar. Ja. Ja. Dat zie je ook wel aan hem, hoor. Ja. Moet je geen ruzie meer hebben. Dus, Hey, mooi, joh. Je hebt Bassie Bum gewoon een keertje blij. Lekker, ja, is ook wel eens lekker. Toch? Waar mensen minder blij zijn, is in Leeuwarden. Want de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Cambuur, dat werd een zeer doelpuntrijke, Joop Buiten. Ja, ongelooflijk. Maar dat we gaan even over Dordrecht. Dordrecht. Dat doet het zo fantastisch dit jaar.
Ja. Hey, ik heb heel vaak foute voorspellingen, hè? Maar bij Dordrecht zit ik nog goed, hè? Ja, ja, ja. Want top 6 materialen, ja, zei ik. Ja, dat was toen heel gewaagd. Maar je gaat er toch wel een beetje in geloven. Want ze spelen lekker. Nee, onze vriend Jari Schuurman. Ja. Ik zat even, Jari Vlak zat in mijn hoofd. Die had het door. Weet je, Jari Schuurman is gewoon een lekkere middenveld. Die spits. Kriwak. Weet je, die lange schieter ineens. Ja. Die begint te scoren. Echt een lekker team. En ik denk dat dat komt door de maatpakken van Santoni en Bosgaard. Het straalt wat uit. Het straalt zeker. Wat ik het allerleukste eigenlijk van dat het allerleukste vond, was dat Dort had een foto zelf gepost op Insta van een blije trainer. En daar had Santoni zelf onder gereageerd, nee, een trotse trainer. Dat is goed. Dat vond ik mooi. Dat is goed. Ja. Maar die Bosgaard, daar kan ik, want die was ook bij Goedemorgen Eredivisie. Ja. Maar daar kan ik echt, dat is nou een man waar ik heel veel naar kijk. Ja. Wat dan? Want dan kijk je maar en dan denk je van, wat een zwerver. Maar dan kijk je nog een keer en denk je, nee, het is eigenlijk een hele knappe. Ja, ja, klopt. Ja. En ik ben iedere keer met mezelf in gevecht. Ja, van wat vind ik nou van Pascal Bosgaard? Vind ik het een zwerver? Ja. Wil ik hem zoenen? Hij ziet er heel mooi onverzorgd uit. Ja, of precies. Zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Beetje rabberig. Beetje ruw. Beetje zoals mij. Een beetje zoals mij eigenlijk, ja. Maar dan mis ik het knappe weer. Ja, dat is waar. Nee, maar het is inderdaad een man. Zijn huid is beter, hè? Ja. Ja, dat is heel snel, hè? Een man waarna je blijft kijken. Hey, dan even wat anders. Cambuur. Ja. Cambuur, weet je, vandaag nieuws. Sjors Ulte is ontslagen. Ja. Nou ja, denk wel terecht in die end. Nou, en dat zat er ook wel aan te komen. Want dat hebben we ook al hier besproken. Zeker. Als hij 3 keer verliest, dan vliegt hij eruit en gaat Henk de Jong zitten. Nou, dat is nou wat ik denk dat na de telly van Ferry dat alles een beetje in gang is gegaan. Ja, denk ik ook. Dat toen opeens kranten gingen schrijven van Henk de Jong is weer beter. Henk de Jong wil is fit, weer graag. Die wil. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook gebeuren daar. Zo, weet je. Henk de Jong die gaat het overnemen. Waarschijnlijk wordt dat morgen al bekendgemaakt. En dan verliezen ze geen wedstrijd. Ja, het is ook wel een hele gekke ploeg hoor, dat Cambuur. Want ik vind het aanvallend goed. Ja. Met allemaal best wel leuke spelers. En het is gatenkaas achterin. Ja. Het is echt gatenkaas. Dat klopt. Maar dat, ik zat nog wel aan Sjors Ulte te denken. Maar dit wordt nou wel een beetje lastig voor hem. Want hij is nu bij Fortuna uiteindelijk ontslagen. Ja. Nu bij Cambuur ontslagen. Klopt. En hij heeft toch een beetje. Hij heeft niet echt die voetbaluitstraling. Nee. Of zo, hij had wel even een goede naam. Maar ik denk dat hij nou toch misschien als assistent. Maar bij is ook een grote zijn, trainer of zijn type nu een beetje uitgespeeld? Zeg maar iemand. Ja, dat dus vind ik zonde. Ja, ik eigenlijk dus ook. Hij is een beetje zo'n type data trainer. Ja, laptop trainer. Dat is die van NEC, weet je? Ja, Pepijn Leinders. Ja. Want dat was in Duitsland helemaal de hype toen. Hè? Ja. Van je hoeft geen voetbalverleden. Je moet er gewoon heel veel verstand van hebben. Maar ik heb toch wel het gevoel dat dat nu weer aan het veranderen is. Dat we nu weer brullen om gewoon trainers. Oud-voetballers. Ja. Ja. Je ziet het nu bij Ajax toch? Ja. Als je bij Ajax hebt gespeeld, krijg je nou een functie op dit moment. Ja, dat is niet normaal. Ze had ook Raffel van der Vaart gevraagd als assistent trainer. Maar die kon niet. Ongelooflijk. Nee, want zijn vriendin die handbalt ergens in Roemenië. Oh ja. Maar het gaat wel lekker daar bij Ajax hoor. Ik ben daar echt over te spreken. Want, ze hebben John van Schip aangesteld als technisch hart. Ik ben helemaal voor. Waarom? Ja, dat gaat helemaal niks worden. Waarom? Die ken niks. Oh, die ken ik. Ik ben er helemaal voor. Ja, ze zijn goed bezig daar. Oké. Okay. Ja, ze hebben een technisch hart met John van Schip, Huntelaar en Stijn. Ik zeg prima. Dikke prima. Nou, ik vond het wel. Dat was eigenlijk nog het ergste. Ik denk dat dat misschien wel het ergste is wat ze tot nu toe bij Ajax dit seizoen meemaken. Ja, ze krijgen medelijden. Die spelers van AZ. Ja. Hebben niet die zei van wij weten niet, we hebben het seizoen niet zoveel ruimte gekregen om te voetballen. Nee, het was echt bizar. Heerlijk, man. Ben je daar een beetje chagrijnig? Nee, helemaal niet. Ik heb wel die wedstrijd tegen AZ. Het was echt een. Die ene Georgiër deed weer mee. Nou, die ken helemaal niks. Mikao Katsu, weet je? Ja, die ken helemaal niks, jongen. Nee. Helemaal niks. Ja, want die Klaas zei ook, ik had alle ruimte. Ja, nee, maar even serieus. Over Klaas gesproken. Dat is gewoon de beste middenvelder van de Eredivisie. Ja, zonder grappen. Ja, grappen. Die is goed, man. Dat is niet normaal. Laten we even nou over de KKD. Dit heeft een link met de KKD, hè? Want als Ajax degradeert, dan gaat Jong Ajax eruit, hè, bij ons. Jong Ajax kan in de problemen komen hierdoor. Maar moeten we het nog even hebben over Louis? De Randzaki. Sorry, Hugo heeft het draaiboek net veranderd. Dat vind ik ook zo goed, toch? Dat is Ajax totaal in paniek. Ja. En die gaan al die oude coryfeeën gaan ze aanstellen. Louis van Gaal is terug. Ja. Die gaat het voetbalgedeelte even adviseren. Mm-hmm.
Die gaat er natuurlijk bepalen. Dus daar gaan we ook weer van genieten. Ja, maar die gaat wel bepalen, maar die gaat dus nooit... En dat was verantwoordelijkheid wat juist. Dat zei Arno Vermeulen dus ook. Dat is altijd lekker makkelijk. Weet je, Dick Advocaat had het ook bij ADO. Ging altijd twee bakjes koffie, toen ging hij weer wieberen. Maar dit was nu al goed, want ik zag al beelden van de eretribune. Ja, naast de Maurits Hendricks. Ja. Elkaar geen handje geven. En mooi. Die kop van Hendricks, jongen. Zo. Ja. Maar dat is ook het mooie van Vergaal, zeg maar. Want die doet dit, wat je zegt. Hij wordt nergens afgerekt. Maar hij hoeft ook geen vrienden te maken. Nee, dus hij kan echt letterlijk wat hij zelf denkt en vindt, kan hij doorgeven. Wat ik ook goed vind, hè. Michael van Praag is ook weer lid van de RVC. Michael van Praag, natuurlijk de oud-voorzitter in de jaren 90. En die zei dan, kijk, ik ging vroeger 2 wekelijks, ging ik dan blowen met de jongens van de harde kern. Ja. Maar hij schijnt wel echt mee te gaan met de tijd, hè. Ja, dat vind ik wel heel knap, want hij gaat nu niet meer blowen, maar hij gaat 2 wekelijks mee snuiven. dat vind ik heel goed. Ja, hij gaat mee met de tijd. Dat is netjes. Gewoon wel om een binding te creëren. Maar ik vind hem zelfs een voorloper, hoor, Maaike van Praag. Ja? Ja, want nu tegenwoordig maakt iedereen met mij ruzie op Twitter. Maar Maaike van Praag was eerst. Dan is het goed. Klasse. Ik ga even de telefoon erbij pakken. Ja. Ik zat met zoveel vraagtekens. Alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. Mystery guestje? Ja. De allerleukste rubriek van de show. Onderdeel van deze podcast. Het is ga ik de vragen erbij pakken. Hey, en dit heeft Hugo geregeld, hè? Hugo, en wat denk je, Joop? We hebben 5 vragen per persoon. Kijk eens. Ja. Zat er ook bij wie er mag beginnen? Nee. Ferry de Vraagjes staat er. Oké. Is hij er klaar voor, de mystery guest, Hugo? Oké, dan. Heeft hij even contact mee gehad? Hij doet het echt goed. Hè, ja, Joop de Vraagjes. Ja. Daar gaan we aan. Dus we gaan bellen met iemand en Joop en Ferry gaan om de beurt een vraag stellen om de identiteit achterhalen. Geen spelfouten, tegenstrijd op bij Mart. Wel bewerkt, zie ik. Goedenavond. Hey, goedenavond, mystery guest van onze podcast. Hi, goeiedag. Goedenavond. Ik zit hier samen met Joop Buit en Ferry de Bond. En zij gaan nu om de beurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u daar klaar voor? Jazeker. Oké, dan. Ferry, jij mag beginnen. Ja, oké. Voor welke club in Nederland speelde je het langst? Voor de Graafschap. Oeh, mooie club. Superboer. Ja. Wie zou je bestempelen als je beste vriend in de voetballerij? Dat is een hele goede vraag. Dat zijn dan denk ik dan op dit moment 2. Dan zeg ik de Volendamse vrienden Muren en Veerman. Ik heb al een idee dat je ook bij Volendam heeft. Ja. Even kijken. Met welke speler zou je jezelf vergelijken? Dan ga ik denk ik heel ver terug. En dan, zo werd ik ook vaak vroeger genoemd. En dan ga ik voor Mark Overmars. Mark Overmars? Op het veld, buitenspeler. Buitenspeler. Op het veld. Nee, Jo, volgende vraag. Een buitenspeler. Ja. Welk van je clubs had het grootste stadion? Dat is denk ik mijn huidige club. Oké. Ja, okay. Dat mogen we niet weten. Ja, maar die mogen we niet. Ik zal hem nog niet noemen. Oké, dan wordt het te makkelijk. Oké. Wie van de trainers die je hebt gehad, zou je het snelst uitnodigen op je verjaardag? Dat is denk ik Henk de Jong. Henk de Jong. Tuurlijk. Ja, die brengt wel wat gezelligheid mee. Ja, bij de Graafschap natuurlijk. Oké. Hey, hoeveel jaar denk je nog in het profvoetbal actief te zijn? Nou, ik hoop nog zeker een jaar of 3-4. Ja, oké. Ik zit ook even naar de stem te luisteren. Ik denk dat ik het al weet, want ik zie mijn laatste vraag. En ik zal hem toch even stellen. Kijk je met bovengemiddelde interesse naar de Volendam-docu? Ik heb hem al volledig afgekeken. Ik denk dat ik het wel leuk vind. Ik denk namelijk dat we met Daryl van Michum te maken hebben. Jazeker. Ja, lekker. Keurig, Joop. Ik word natuurlijk een beetje. Ik ben een ADO-fan, hè? Ja, dat weet ik. Dus ik word een beetje zenuwachtig ervan. Ja, zij praat over jou, Joop. Dat weten ze allemaal. Ja, oké. Maar ik. Toen jij kwam al bij ADO, toen dacht ik al, kijk, dat is een lekkere speler, die van Michum. Daar ben ik blij mee. Nee, leuk, man. Hey, Daryl, het gaat goed in Den Haag.
Weet je wat maakt het dat, weet je, dat het in één keer zo klikt? Ik denk sowieso de kwaliteit in de spelersgroep. En daarnaast de kwaliteit van de trainer, die gewoon een hele duidelijke visie en idee heeft. En dat valt tot nu toe erg goed op zijn plek allemaal. Ja, weet je Kalesic, weet je wat is zijn idee dan? Ja, hij heeft gewoon een hele duidelijke visie met hele duidelijke afspraken voor iedereen in het veld. Wat is je taak? Wat wordt er van je verwacht? En ik moet zeggen, daar hebben we de laatste weken veel op aan gewerkt natuurlijk. Want we hebben als team niet echt een voorbereiding of iets gehad. Dus het voelde af en toe de laatste weken alsof we midden in de voorbereiding zaten met veel tactische trainingen en besprekingen. Maar hij weet het goed over te brengen tot nu toe. Hey Daryl, ik ben een NAC-supporter. Wij dachten ook dat we jou binnen zouden halen afgelopen zomer. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg, en er luistert verder bijna niemand naar deze podcast, dus je kunt daar gewoon eerlijk over zijn, hoor. Maar het ging toch bij Volendam eigenlijk hartstikke goed? Ja. En waarom ben je daar weggaan? Moest je daar weg? Ja, ik had deze vraag uiteraard al verwacht. Er is genoeg over gezegd en alles. Er waren gewoon wat signalen dat de club een andere weg in wilde slaan. Niet met me verder wilde. En als die geluiden je constant blijven bereiken, dan is het denk ik een mooi moment om verder te gaan kijken. Ben ik uiteindelijk heel blij dat ik bij ADO terecht ben gekomen. Dat zou wel het ultieme zijn natuurlijk, hè? Dat straks ADO promoveert naar de Eredivisie en Volendam terug. Of in de play-offs. Of in de play-offs tegen elkaar. Maar daar gaan ze ook voor zorgen, die gasten. Ja. Hey, waarom heb je eigenlijk voor Den Haag zo, ik kom er niet uit. Omdat Henk is af. Ja. Waarom heb je voor Den Haag gekozen? Ik heb met meerdere clubs gesproken. Henk was er uiteraard ook had er ook een groot aandeel in. Ja. Die belde me ongeveer dagelijks kom naar deze kant op. ik heb gewoon een goed gesprek gehad met de trainer. En dat gaf een heel goed gevoel en een goed idee van waar ADO naartoe wilde. Ik was denk ik een van de eerste spelers die gehaald werden uiteindelijk. Maar ik moet zeggen dat alle plannen tot nu toe... Met het halen van spelers en zo meer dan waargemaakt zijn. Dus dat is alleen maar positief. Je zegt net dat Henk heb ermee te maken. Hoe kan het dat Henk opeens kan koppen? serieus. Ja. Volgens mij heeft hij in de afgelopen 5 seizoenen 1 keer of 3 keer met zijn hoofd gescoord maximaal. Ja. En nou kopt hij er eentje binnen even. Dat is het Thomas Verheid effect, hè, bij ons. We hebben er flink op gehamerd dat de voorzetten sneller moesten komen. Dus... Dat Henk zijn kans ging krijgen. Die kreeg hij afgelopen vrijdag gelijk 2 keer. Dus dat was hartstikke mooi. Laat het zien. Hey, Daryl, jouw ploeggenoot Jort van der Zanden, die is international geworden van Bonaire. Heb jij jouw stamboom al gecheckt of niet? Ja. helaas. Er zit voor mij niks bij. Geen tropische verrassingen. Ja, mooi man. Jij vraagt nou niet naar de doelstelling, want die weet je niet. Dat weet ik ook niet. Ik vraag deze vraag aan iedereen wekelijks. En daar ga ik heel serieus bij kijken. Ja. Wat is jullie doelstelling dit jaar? Wat is onze doelstelling? Ik denk dat duidelijk is, toch? We willen gewoon meedoen voor promotie. Kijk. En, of dat nou is via de eerste 2 plekken of via de play-offs. Ja, dat zal de tijd uitwijzen hoe goed we daadwerkelijk zijn. Alleen, de trainer zegt het ook vaak genoeg. Een club als Den Haag moet gewoon meedoen om die promotie. Ja. Kijk, dit zijn teksten. Hey, ben je ook al de stad Den Haag ingegaan? Ik ben toevallig van de week 1 keer langs de wegblokkade gereden. Oh, okay. Nee, maar voor de rest nog niet echt. Nee, nog niet echt tijd voor gehad. Nou, dat moet je doen, man. Ja. Heb je nog tips? Heerlijke stad. Gewoon lekker visje halen, Scheveningen. Lekker naar de grote markt toe hier. Lekker een klein drankje erbij. Heerlijk, toch? En we hebben ook de Mayfair, een chic hoerenhuis, daar moet je gewoon heen gaan. Ja hoor. En dat heb je niet in Volendam, hoor. Nee. Nou, ook iets zeggen, maar dat doe ik niet. Laten we dat maar niet doen. Daryl, dankjewel jongen dat we je even mochten bellen. Top dat je onze mystery guest wilde zijn. Heel veel succes in Den Haag. Groeten aan Henk ook. Top. Ga ik doen. Ja. En we gaan gewoon voor promotie met z'n allen.
Kijk. Tuurlijk. We gaan met Daryl naar de Eredivisie. Ja, lekker man. Ja, Daryl, ja. Dankjewel jongen en een hele fijne avond toch. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dit is gewoon een hele goede voetballer. Dit is een hele goede speler. Dit is een hele goede voetballer. Ja, weet je, ik heb het altijd al een aardige voetballer gevonden. Weet je, maar nu, weet je, als je dan bij ADO speelt, dan ga je toch net wat beter kijken naar zo'n, naar zo'n gozer. Maar die is gewoon echt een prima rechtsbuiten. Maar ik vind het al twee keer omgegaan, want hij zat eerst bij de Graafschap. Ja, omdat hij het goed deed. En toen mocht hij opeens gewoon naar Volendam. Ik heb ook helemaal niet het idee dat het een moeilijke jongen is of zo, toch? Nee, maar daar deed hij het ook goed. Want het mooie was, die eerste twee wedstrijden speelde hij volgens mij dit jaar. Heeft hij nog gespeeld. Ja, maar gescoord ook. Ja, en drie dagen later ging hij naar... Dat is bizar. Maar ik weet nog dat van de Graafschap naar de Volendam, of naar Volendam was een beetje hetzelfde. Frans de Vrij toch ook nog, toen, volgens mij. Ook gewoon terwijl het seizoen net al begonnen was of zo, daar twee keren dat je denkt van... Goeie speler. Ja, zeker. Goeie speler. Lekker man. Heerlijk. Hey, dan eventjes door. Ferry de Bond, ik kijk eventjes naar jou. Want we zijn aangekomen bij het stuk over de George. Oh, de George. Oh, ja. Onze sponsor. Ik moet wel even zeggen tegen de mensen van de George die luisteren. Want ik heb dit verhaal nog kunnen lezen. Maar mijn proefabonnement is afgelopen. Dus ik weet niet of jullie mijn gegevens willen. Of hoe we dat moeten regelen. Zolang ik reclame blijf maken. Ik heb het artikel gelezen over ACV tegen Spakenburg. Dat is iemand die doet gewoon verslag van een amateurwedstrijd. In eerste instantie denk je, oké, gewoon een wedstrijd. Maar dat is wel mooi, want het zijn twee hele gelovige clubs. Okay. Dus dat zeg maar op zondag voet. Dus bij ACV, die zijn gepromoveerd. Ja, wat is ACV? Waar komt dat vandaan? Assen, dacht ik. Okay. En die zijn als de dood dat die promotiedegradatie er doorheen komt. Ja, want dan moeten ze misschien op zondag gaan spelen. Ze zeggen dat kunnen we gewoon echt niet doen. En dat is ook, bij Spakenburg was dat vorig jaar al met die KNVB-beker. Mm-hmm. Ja. Dat ze zeiden van ja, als we de finale halen, dan hebben we een probleem. Want dan moeten we op zondag. Maar nee, het is gewoon een soort verslag. Ja, nou ja, uiteindelijk heeft Spakenburg gewonnen. Vrij simpel. Uh-huh. Dus, want Spakenburg is juist weer terug. Dus dat was een leuk verhaaltje. Maar dat is toch wel bijzonder, hè, vaak van die clubs. Maar die houden zich er echt aan. Hè? Als Spakenburg de finale had gespeeld, hadden ze... Ja, dan was de oorlog geweest. Waren ze gewoon niet gegaan. Zeker. Wel mooi ook dat die voorzitter Huizing van ACV, die laat nog weten dat er in iedere ledenvergadering nog samen wordt gebeden en voorgedragen uit de Bijbel. Ja, ik denk dat onze ledenvergadering iets anders is. Denk ik. Het is zo bizar, hè. Gewoon die Bijbelbelt. Gewoon een totaal andere wereld dan dat wij kennen. Dat zijn er eigenlijk voetballers die niet op zondag speelde. Ja, ik weet Volkert er één, dat is inderdaad Volkert Velten. Maar die speelde toen die tijd bij Heracles. Ja. Die had geluk dat het toen in de eerste divisie was. Speelde dat op vrijdag. Maar zijn er nog andere spelers die ook zo principieel zijn? Ik weet wel dat bijvoorbeeld Bert Konteman zit volgens mij bij de Jehova's in het voetbal. Dat is een instantie voor Jehova's. Bij de Jehova's? Bertje Konteman. Ja, die komt uit Rauwveen toch? Dat is ook zo'n Bijbelbelt, hè? Is ook, en ik geloof dat hij zoiets doet. Hoe staan jullie er eigenlijk in, jongens? In het geloof. Nee, ik ben niet gelovig. Nee? Nee. Jij, Lars? Nee, ik geloof het ook niet. Jij gelooft het ook niet? Nee, ook helemaal niet. Nee, ik ben ook helemaal niet zo opgevoed of zo. Nee. Nou, ik begin ook steeds meer gewoon tegen het geloof te worden, zeg maar. Nou, er zitten meer slechte dingen aan dan goede dingen. Nou, ik heb ik werk op een school en wij zijn een katholieke school. Ja. Maar de helft van onze kinderen die predikende islam, zeg maar. Ja. Dus dat zijn kinderen met ouders uit Marokko en Turkije en Syrië. Dus bij ons is dat wel eens een ding, weet je, bij een kerstviering of zo. Ja. Maar dan denk ik altijd van, waar bemoeit een school zich mee, denk ik dan? Waarom zijn er scholen gericht op godsdienst? Ja, dat vind ik ook soms wel bijzonder. Wij moeten toch gewoon die kinderen vakken leren en dat soort dingen? Nu moet ik wel zeggen, en dan kijk ik ook even die oude even aan, want mijn opa, die komt wel uit de Zwarte Kousenkerk, hè? En volgens mij is jouw overgrootopa, dat was nog de pastoor van Scheveningen. De dominee Scheveningen. Okay. Dus ik kom daar wel vandaan en ik denk ook dat ik mijn uitstraling wel daarvan heb. Dat denk ik ook wel, Ja, jij denkt dat je over water kan lopen. Ja. Met een paar biertjes, zo denk ik wel, Hey, nog eventjes voor de kijkers en luisteraars. Ben je ook benieuwd naar de voetbalapp The George? Ja. De mooiste verhaal over romantiek, nostalgie, geloof en historie in het voetbal. Gebruik dan de code DEDB en lees een week gratis. Ja. Daarna kost het €5 per drie. Het is en niet zo saai over die €5. Serieus? Aanraden. Ja, absoluut. Heren, dan even door naar de randzaak. Want we hadden het net al een beetje over Jort van der Zanden. Ja, leuk man.
Leuk. Toch nog international. International van Bonaire. Ja. Bonaire, geweldig toch. Die heeft daar in zijn jeugd schijnbaar een paar jaar gewoond. En dan mag je daar dus international van worden. Ja, dat is toch een kikkenavontuur. Ja, heerlijk. Ja. Nou, zeker als je weet van nou, hier gaat het dat niet worden of zo in Nederland. Nee. Ja, dan denk je van nou, misschien is dat wel. Maar hebben jullie dat dan nooit, ik heb daar echt wel 80.000 keer over nagedacht van zal ik verhuizen naar Liechtenstein of Andorra of zo? Ja, maar ook daar had je Weet je hebt volgens mij wel het verhaal van Chris Segers volgens mij. Ik weet niet of iemand het ooit gehoord heeft. Die is profvoetbal. Die heb ik dat verhaal. Oh, ja. Dat verhaal heb ik niet ooit gehoord. Hoe vaak? Dat is het enige voetbalverhaal. Heb ik denk ik een keer of 50 gehoord. Klopt. Er stond afgelopen week in de VI. Ik weet niet meer welke speler of welk land. Maar dat is ook een Nederlander die is dan verhuisd naar een of ander zo'n eilandje, weet je wel. En die is dan daar international geworden. Hartstikke trots. En dan zie je die elftal foto. En naast hem staat gewoon serieus een keeper van 140 kilo. Dus dan zijn er echt maar 11 of zo. Weet je wie zijn teamgenoot is van Jort van der Sande bij Bonaire? Nee? Een broer van een collega van ons, hè? Ja. Felix Verhaar. Ja. Oh ja, broertje van Thomas Verhaar. Die is ook international. Ja, ik vond het mooiste dat bericht. ADO had het denk ik in de wereld geslingerd, hè? Met een bericht. En dan meteen de eerste reactie. Goed smeren, hè, Jort? Ja. Ja, maar dat is toch wel... Ja, als je hem dan ziet, dan denk je van... Het wordt wel taai, hoor. Ja. Dat rossige huidje van hem. Als ik had moeten raden waar die international zou worden... Dan had ik niet meteen Bonaire gezegd. Nee, daarom. Nee. Maar dit is zo'n heerlijk avontuur. Dan ga je op al die bounty-eilanden ga je gewoon wedstrijdjes spelen. Schotland leuk, had ik gedacht, toch? Ja, ze ziet hij wel eruit, Nee, op 12 oktober neemt ze op tegen Anguilla voor de Nations League. Nou, dat is een pittige wedstrijd. Daar kan hij aan de bak. Ja. Daar kan hij aan de bak. Nee, Anguilla uit. Altijd lastig. Ja, die hebben een hele goede datatrainer. Hè? Ja. Nou, maar ik denk... want Jort is ook een luisteraar toch van ons, neem ik aan. Ik denk het wel. Daar ga ik wel vanuit. Want ik heb Jort nog in deze voorbereiding met NAC tegen een ploeg uit Zuid-Afrika zien spelen. Ja. Ik hoop niet dat hij zulke tegenstanders krijgt. Wat dan? Ja, toen kwam hij niet aan de bal. Nee? Daar stonden twee van die gasten van 2 meter... Ja, daar kwam hij echt niet tussen, Jort. Maar die Jort, hè, die kan... Ja, ik heb wel vaker gezegd, gaat gewoon het hele jaar doorzeggen. Die kan echt goed voetballen. Ja, zeker. Kan ik zweer het. Is echt slim, slim voetbal. Hij is niet alleen maar een harde werker. Nee, dat dachten wij eens altijd. Dat dacht ik, slim voetbal. Ik kan echt goed voetballen, man, die gozer. Ja, dat klopt. Hey, mooi, leuk. Ja. Weet je wie ook weer goed was deze week? Dat is echt mijn favoriet aan het worden. Cowboy op voetbalschoenen. Ike Shita van FC Den Bosch. Ik heb op hem gelet, hoor. Ja, kijk, omdat jij dat zegt. Maar die koep alleen. Ja, maar hij ziet er dus. Hij ziet er dus. Hij heeft ook een beetje wat Bosgaard ook heeft. Ja. Je blijft toch naar hem kijken. Ja, je blijft echt naar hem. Maar hij heeft ook zo'n lekkere Steven Gerrard de drafje op dat middenveld. Zo. En hij had weer bijna een assist. Zijn passing is goed. Ja. Hij is lekker bedrijvig. Hij heeft ook nu al 4-5 gele kaarten. Ja. Hij gaat er ook lekker voor. Ike Shita, man. Ik ben echt helemaal... Nederlander toch? Gewoon. Is gewoon een Nederlander. Ja, dat zei ik even toen ik het begon met hem. Daarom was ik ineens van, wat is dit nou? Want hij werd geïnterviewd een paar weken geleden al. Die grote praat gewoon perfect Nederlands. En hoe komt hij daar dan? Hij komt gewoon via Elinkwijk, Ajax, Buitenveld. Jong Utrecht. Jong Utrecht. En zo is hij bij Den Bosch gekomen. Ik dacht gewoon inderdaad van dat ze een uit zo'n netwerk van Arsenal. Nee, helemaal niet. Echt, man. Maar zo hoog haar. Ja. Hij heeft zo'n heel vies vlasnorretje. Ja, maar het past er wel bij. Dit past helemaal hij erbij. Hij sloft ook een beetje, toch? Ja. Hij een beetje zo'n sloftje heeft hij. Een beetje zo'n klein krom ruggetje. Ja. Heerlijk. Kijk, nou, dat is duidelijk. Heerlijk. Ja, nog wel in die wedstrijd. Ja, maar waar ligt zijn toekomst, Joop, uit? Ja, wat denk of jij? Ligt zijn plafond? Nou ja, Heerenveen. Kijk, Heerenveen moet daar gaan kijken. Ja. Ze hebben al niet naar mij geluisterd met Dallinga. Ja. Daar hebben ze nog spijt van. Daar moeten ze spijt van hebben. Dus jongens, uit Heerenveen, ga naar Ike Shita kijken. Heerenveen. Nou. Duidelijk. Ja. Heb je trouwens in die wedstrijd nog gezien die grensrechten? Daar kijk ik voor. Vertel. Nee, dat mag jij vertellen. Ik kan het niet goed vertellen. Perry, dat mag jij het vertellen. Die grensrechter, die viel. Ja, die viel. Die werd getackled, toch? Ja, door 2 gasten, toch? In duel. Ja, in het duelletje. Grens hier ertussen. Ja. Maar dan is dat vind ik al gauw met de grensrechten. Want het is niet meer de week van de scheidsrechter. Nee, maar dat zijn ook vaak van die klunzen. Ja. Grensrechters. Vandaar je dan niet... Want dat is ook, daar kan ik me altijd zo aan ergeren als er dan bijvoorbeeld een bal uitgaat.
dan schieten zij die bal niet terug. Nee. En als ze dat wel doen, dan zie je van, die hebben er nooit van hun leven een bal. Nee. Ja, maar en dan zei Bas Nijhuis, als je niet kan fluiten, ja, dan ga je verlaten. Ja. Maar gewoon dat hij dat dan ook niet aan ziet komen, zeg maar. Hij denkt, ik loop, dit is mijn lijn, ik moet die lopen en daar wijk ik niet vanaf. Ja, dan heb je bek. Weet je wat ik het allermooiste vond? Want die grensrechter, die lag er op de grond en ik zie die twee gasten staan. Eentje van Dordt en eentje van Eindhoven. En die geven elkaar zo een hand. Maar ja, gebeuren. Ja, en dan die vlag. Waar laat je die vlag dan? Ja, daar kan ik wel van genieten. Ik moest nog wel eens denken, heb je dat ooit gezien met die grensrechter die door die hond gebeten? Ja, 100%. Ja, dat is bizar, hè? Heerlijk, bizar. Ook bij Den Bos. Ja, volgens mij ook bij Den Bos. Ja, was ook bij Den Bos. Ja, was mooi. Heren, dan even als laatste, want we zijn weer bij het einde aangekomen van deze podcast. Een kleine update over de kerstborrel. Leuk. Over de kerstborrel. Vertel. Nou, er komt dus een kerstborrel op 9 december, exclusief voor de leden van de club. Stap voor stap. 9 december hebben wij de kerstborrel. Ja. Poeh. Lekker. Oké, ga verder. Dat is door. Ja, dus en de locatie die volgt nog. Maar eerst moeten we even de animo peilen. Dus dat doen we per direct. Er staat een link in de beschrijving. En er komt een link op de socials. Beetje hetzelfde idee als met de inschrijving voor de sokken, zeg maar. Ja, daarin kan je met dezelfde mail als waarmee je hebt ingeschreven voor de Club van 25... aangeven of je wel zin zou hebben in een borrel. Dan kunnen wij een geschikte locatie uitkiezen. Kijk. Inschrijven kan vanaf vandaag, woensdag 11 oktober tot woensdag 18 oktober. En houd rekening met een tijd van ongeveer 3 tot 8. We gaan live. Ja. Dus onze mensen krijgen geen mail. Ze moeten naar die mail toe van de sokken. Begrijp ik het nee, zo nee, goed? Nee. Er komt een link in de beschrijving of op de socials. Ja. En daarmee kunnen ze zich weer inschrijven. Net zoals we de sokken. Maar ze moeten hetzelfde mailadres gebruiken. Ja, zodat we dan, En even voor de mensen die dan pas tegen 6 uur kunnen komen. Ja. Ik blijf gewoon heel de avond. Ik ook. Het twitteren met Ferry begint om 9 uur. Dan kunnen jullie dan live meemaken. Hoe maak je bonje op Twitter? Binnen 2 tellen. Ja. Maar wat we onder andere gaan doen, we gaan live een podcastje opnemen waarschijnlijk. En gewoon andere gezellige dingen. Hey, Blanke Begaarde was ook boos op jou, hè? Ja. Die ging twitteren naar Ferry van, waarom ben jij je tweets aan het verwijderen? Oh, dat is wel goed. Nee, ik heb zaterdag ook heel veel dingen doorgescrollt. En zo. Normaal wil ik altijd overal op reageren, maar ik dacht even niet. Ja, maar Blanke Begaarde is ook zo'n mooie gozer. Dat is ook af en toe op Twitter denk je, wat ben je voor een enge gozer. Maar ik heb zaterdag heerlijk met die jongen gegeten, hoor. Echt waar? Heb je top aan. Daar kan je prima mee drinken, hoor, met Blanke. Ja, maar lachen ook? Heel erg gelachen. Okay. Samen met Wimpy de Kam. Ja. Ze heel de avond over Ajax gepraat natuurlijk. Feyenoord, ADO en Ajax. Het kan allemaal, man. En wie was er nog meer mee? Onno Blazer. Onno maar Blaise. Die kennen onze luisteraars niet, denk ik. En heeft hij al een keer geluisterd nu? Blanke? Ja. Blanke luistert af en toe. Okay. En Wimpy de Kam luistert standaard direct. Oh, okay. Ja, dat is echt een groot fan. Maar nog eventjes terugkomend op de kerstborrel. Toegang is exclusief met de nog te ontvangen, de eerste de beste sokken. De exacte locatie die volgt. En de sokken die komen begin november ongeveer binnen. Dus dan leuk man, 9 december. Ja. Daar gaan we ervoor. En iedereen die tot die tijd geen ruzie maakt met mij, die krijgt van mij een biertje. Ja. Ja. Heel goed. Dan nog even als laatste. Een kleine oproep om te liken en te subscriben op YouTube. En we zijn toch de 1000 5-sterretjes gepasseerd op Spotify. Kijk. Hey, mensen, en deel het ook met je vrienden. Juist. Laat het weten dat ze ook gewoon lekker kunnen luisteren. Ja. En je ouders. Zeker. Je ouders. Deze show is echt voor iedereen. Ja. Voor groot en oud. Voor klein en oud en jong. Politiek links, politiek rechts, het maakt niet uit. Nee. Iedereen is welkom. Uiteindelijk hebben we allemaal een Nederland Koningshuis. Ja, inderdaad. Mensen, tot vrijdag. Yes.